الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين Geliefde broeders en zusters, de gelovige die het pad aan het bewandelen is om dichter bij Allah Azza wa Jalla te komen, heeft met een aantal uitdagingen te maken. Of zou met een aantal uitdagingen moeten kampen. Dat is een onderdeel van het proces. Dat is hoe wij het leven doorbrengen. Dit is de weg die wij moeten bewandelen om dichter bij Allah Azza wa Jalla te komen. Als je denkt dat het pad van geloof, dat het pad van standvastigheid, dat het pad van spiritualiteit, het pad van zuiverheid, als je denkt dat dat pad vrij is van alle obstakels en moeilijkheden, dan heb je het fout. Want het pad naar Allah Azza wa Jalla is vol met uitdagingen die ervoor zorgen dat je in rangen gaat stijgen. Die uitdagingen zijn er niet ervoor bedoeld om jou klein te houden. Of om jou achter te laten. Nee, die uitdagingen zijn net als tentamens, toetsen die ervoor zorgen dat je naar een ander niveau mag. Dat je sterker in je schoenen staat. En dat je vooral dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala mag komen. En er zijn een aantal zaken die het pad naar Allah azza wa jalla en die standvastigheid die een kenmerk van een gelovige zou moeten zijn, belemmeren of verstoren. En vandaag wil ik stilstaan bij een aantal van die belangrijke punten. En uiteraard kunnen we niet alles behandelen, want we zitten altijd met beperkte tijd. Maar we gaan enkele zaken opsommen. En daar kort op reflecteren, inshallah, azza wa jalla, zodat we dat ook in ons dagelijks leven kunnen toepassen. Ik zeg het altijd en ik blijf dat herhalen, ook naar mezelf toe. De vrijdagpreken zijn niet alleen maar rituelen die wij moeten bijwonen. Vrijdagpreken zijn niet alleen maar verplichtingen die we nakomen. Vrijdagpreken, geliefde broeders en zusters, zijn specifieke constructies die we zouden moeten horen, zouden moeten verinnerlijken en vervolgens in de praktijk zouden moeten toepassen. Al praktiseer je 5% daarvan in de praktijk, dan heb je een stap dichter bij Allah Azza wa Jalla gezet. Want deze uitdagingen ervaren we allemaal. Niemand in deze zaal of in deze moskee kan zeggen dat hij niet met dit soort obstakels te maken heeft. Want zolang je een mens bent, zolang je het pad van Allah subhanahu wa ta'ala bewandelt, zul je met deze obstakels te maken krijgen. De shaitaan zou jou willen verleiden. Jouw nefs zou jou willen aansporen om het slechte te doen en om afstand te nemen van het goede. Jouw omgeving waarin je verkeert, als dat een goede omgeving is, dan heeft dat een positief effect. Maar als het een negatieve omgeving is, een slechte vriendenkring, dan zou dat automatisch ervoor zorgen dat jij een stap dichter bij de zonde komt. Dat is de werkelijkheid. En vandaag willen we een aantal van die belangrijke zaken met jullie opzommen en kort daarop reflecteren. Het eerste waar ik over wil beginnen, geliefde broeders en zusters, is dat wij bepaalde zondes nooit, maar dan ook nooit moeten minachten. Een zonde is een zonde. Het onderscheid dat in ons geloof wordt gemaakt tussen een kleine zonde en een grote zonde is vanwege de bewijsvoering. En niet vanwege het feit dat je dit wel mag en dat niet mag. Beide zijn zondes. Maar groot en klein heeft te maken met strafrecht in een islamitische staat. Op het moment dat je in een islamitische land zou wonen en je begaat een grote zonde, dan heeft dat consequenties. Maar een kleine zonde is nog steeds groot. Een kleine zonde is niet iets wat je mag doen. Of het is niet erg om het te doen. Een kleine zonde betekent je bent ongehoorzaam aan Allah subhanahu wa ta'ala. Hoe kan zoiets klein zijn? Dus groot en klein is niet relevant als het gaat om zondigen. Als het gaat om fouten maken. Als het gaat om zaken die we niet moeten ondernemen als gelovigen. Groot en klein heeft vooral betrekking op een juridisch aspect in een islamitische omgeving. En niet tussen jou en Allah subhanahu wa ta'ala. Uiteraard zijn zondes niet allemaal hetzelfde. Je hebt zondes die meer impact hebben op jou als individu en op de hele samenleving. En daarom zijn ze ook groot. En er zijn zondes die theologisch gezien klein worden genoemd, maar een enorme impact op jou kunnen hebben als individu. Tussen jou en Allah subhanahu wa ta'ala. Dus laten we geen zondes minachten. Denk niet, het is maar een kleine leugen. Denk niet bij jezelf, ik ben vandaag te laat op werk gekomen en ik hoef dat niet door te geven. Creëer dit soort excuses en smoesjes niet voor jezelf. Ook niet tegen je kinderen. Ik lieg maar tegen een kind. Een leugen is een leugen. Dat mag niet. Het is maar een euro die ik extra heb gekregen. Waarom zou dat de rente moeten zijn?
Rente is rente. Wanneer je slecht over iemand spreekt. Ja, ik spreek met iets over diegene, met iets wat diegene wel daadwerkelijk bezit. Het zijn de fouten die de persoon maakt. Het is niet jouw taak om over mensen te praten. Als je over de fouten van anderen moet spreken, begin in de eerste instantie bij jezelf. Dus dit soort smoesjes die we voor onszelf zouden kunnen verzinnen om een zonde te begaan, daar zouden we een punt achter moeten zetten. Op het moment dat ik weet dat dit niet geoorloofd is, dat Allah subhanahu wa ta'ala dit niet tolereert of niet accepteert, dan moet ik als gelovige daar een punt achter zetten. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in een overlevering die ontzettend belangrijk is, die precies deze betekenis weergeeft en beschrijft. Hij zegt, iyyakum wa muhaqqarati dhunub. Wees gewaarschuwd. Let op. Voor wat? Voor die grote zondes? Let op juist voor die kleine zondes die jullie minachten, zegt de profeet alayhi salatu wassalam. Want op het moment dat ze zich verzamelen op jou, dan zullen ze jou vernietigen, zegt de profeet alayhi salatu wassalam. Vandaag een kleine druppel, morgen een kleine druppel, van overmorgen een kleine druppel, vandaag een kleine zonde, morgen al een kleine zonde. En voor je het weet, heb je al heel wat afstand genomen van Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom wordt er gezegd, kijk niet hoe klein een zonde is. Maar kijk hoe groot degene is die je ongehoorzaamt. Kijk niet hoe klein een zonde is, dat is maar een kleine zonde. Maar kijk waarom het een zonde is. Je ongehoorzaamt de Almachtige. Je ongehoorzaamt daarmee de Schepper. Die jou voorziet van alles wat je nodig hebt. Die jou voorziet van eten en drinken. Die jou voorziet van veiligheid. Die jou voorziet van heel veel elementen die vandaag de dag niet meer vanzelfsprekend zijn. En dan, als dankbaarheid voor dat, gaan we zondigen. Gaan we afstand nemen van Allah subhanahu wa ta'ala? Gaan we afstand nemen van principes die jou een mens maken? Die ervoor zorgen dat je het pad van Allah subhanahu wa ta'ala blijft bewandelen? Dus kijk niet naar de zonde, hoe klein het ook is. Maar kijk vooral naar Allah subhanahu wa ta'ala. Adam alayhi salam. En de meeste ulema zeggen, dit is niet een zonde zoals de mensen een zonde begaan. Hij heeft alleen een vergissing gemaakt zoals de Koran beschrijft. En zelfs dat was een aanleiding om hem uit het paradijs naar aarde te sturen. En de grootste vijand van de mensheid, Iblis. Iblis, la'anahullah. Hij heeft niet alleen maar een proces of een reeks zondes begaan. Hij heeft één bevel van Allah subhanahu wa ta'ala geweigerd. Namelijk knielen voor Adam. En dat was de reden om hem uit het paradijs te verdreven. Dus kijk nooit naar de hoeveelheid. Maar kijk altijd in jouw relatie met Allah subhanahu wa ta'ala. Kijk naar jou, schepper. En dat zou ervoor moeten zorgen dat bepaalde schaamte een belemmering of een obstakel is om niet in zonde te vervallen. Allah azza wa jalla zegt in surat An-Nur, وَتَحْسَبُونَهُ een andere riwaya, وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Jullie denken dat het iets kleins is. Maar in de ogen van Allah subhanahu wa ta'ala is het iets groots. Hoeveel mensen hebben elkaar gekwetst met een woord? Man naar zijn vrouw. Vrouw naar haar man. Zonder daarover na te denken. Een beledigende woord. Een woord die de persoon niet wil horen. In een toestand van verdriet kan dat veel met mensen betekenen. Het kan met mensen doen. Het kan veel voor mensen betekenen. Het kan ze juist van het pad van Allah subhanahu wa ta'ala laten afdwalen. Hetzelfde geldt voor opvoeding. Soms kan jij iets tegen je kinderen zeggen zonder daarover na te denken. En het kan fataal voor diegene zijn. Tweede punt, geliefde broeders en zusters. Naast het feit dat we nooit een zonde, hoe groot of hoe klein die zonde ook is, moeten minachten. Tweede punt, wat ook ontzettend belangrijk is, is dat we niet moeten uitstellen. Uitstel is een van de wapens van de shaitaan. Uitstel is een van de zaken die ervoor zorgen dat je je doelen niet gedaan krijgt. Dat je je doelen niet bereikt. Dat als je datgene los van geloof, niet alleen maar kwesties van geloof, maar ook jouw persoonlijke zaken. Ook op het moment dat jij als persoon bepaalde doelen in dit leven wilt realiseren. Op het moment dat je jezelf uitstelgedrag aanleert, dan kan dat juist leiden naar stappen achteruit in plaats van stappen vooruit. En dat zien we duidelijk in een vers van de Koran, waarin Allah subhanahu wa ta'ala een situatie van de gelovigen beschrijft. Een situatie van de gelovigen beschrijft die
de dood heeft bereikt. Of de dood heeft hem bereikt. Wat zal zijn eerste wens zijn? Na zich bewust te zijn van het feit dat het nu zijn moment is. Dat het moment van vertrek is aangebroken. Wat zal zijn wens zijn? Zal zijn wens zijn, o Allah, vergeef mij? Zal zijn wens zijn, o Allah subhanahu wa ta'ala, plaats mij in het paradijs? Dat zal niet zijn wens zijn. Zijn wens zal zijn om terug te keren, om terug te komen, om datgene te doen wat hij in het leven had uitgesteld. O Allah, geef me uitstel. Om wat te doen? Om sadaqa te geven en om goede daden te verrichten. Dit getuigt en dit laat zien dat die persoon daarvan van bewust was. Wist heel goed wat goed en slecht is. Wist heel goed wat hij wel en niet moet doen. Maar hij heeft het uitgesteld. Op het moment dat het moment van waarheid is aangebroken, dan hoopt een persoon om terug te keren naar deze dunia, om vervolgens maar een paar goede daden te verrichten. En dat is wat wij ook in de Koran zien. Allah Azza wa Jalla zegt in een prachtige vers: Sari'u ila maghfirati min rabbikum. Haast je tot vergiffenis van Allah subhanahu wa ta'ala. Haast je naar goede daden. Haast je naar het bewandelen van het rechte pad. Haast je tot sadaqa. Haast je tot het memoriseren van de Koran. Haast je tot het helpen van een ander. Want op het moment dat je het uitstelt, en dat kan ik uit ervaring beamen, elke keer wanneer je een goede zaak uitstelt, zal er altijd een obstakel tussen jou en die goede daad komen. Heb je de intentie gekregen om een liefdadigheid te geven? Doe dat onmiddellijk. Stel dat niet uit. Ga ook niet zelf berekenen. Ik moet nog boodschappen doen. Ik moet volgende maand dit doen. Ik moet APK. Op het moment dat je die intentie krijgt om 50 euro, om 100 euro, om 1000 euro te doneren, doe dat onmiddellijk, alvorens je allerlei obstakels voor jezelf krijgt. Wil je iets goeds ondernemen met je gezin en met je kinderen, doe dat onmiddellijk. Want voor je het weet, komt er een obstakel die jou belemmert om die activiteiten niet meer te ondernemen. Wil je een opleiding beginnen? Doe het. Wil je een onderneming starten? Tawakkal ala Allah. Neem de nodige maatregelen en onderneem. Dit is wat een gelovige is. Iemand die niet uitstelt, maar nauwkeurig te werk gaat. En niet in dezelfde fouten valt en niet uitstelt. Dit is een eigenschap van een gelovige. Zeker wanneer het gaat om zaken waarvan wij kunnen profiteren in het hiernamaals. Ja Allah. En Ibn al-Jazari maakt dat ook duidelijk, een van de vrome voorgangers en belangrijke geleerden in de islamitische geschiedenis. En hij zegt, op het moment dat je iets krijgt, iets goeds in je krijgt, doe dat onmiddellijk. Want doe je het niet, zal de shaitaan een obstakel vormen tussen jou en die goede daad. De vierde, geliefde broeders en zusters, is ons te veel bezighouden met het wereldse. Klinkt cliché, klinkt bekend, maar nu moeten we even dieper daarover nadenken. Allah Azza wa Jalla, Allah subhanahu wa ta'ala zegt niet dat we ons niet bezig moeten houden met dunya. Allah subhanahu wa ta'ala zegt niet dat dunya onbelangrijk is. Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook niet dat we niks met dunya te maken moeten hebben. Dit is niet wat Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Allah Azza wa Jalla zegt, zorg ervoor dat dunya een middel wordt en niet een doel. Zorg ervoor dat dunya een brug wordt en niet je eindbestemming. Zorg ervoor dat dunya jou dichter bij Allah Azza wa Jalla brengt en jou niet van Allah subhanahu wa ta'ala verwijdert. Allah Azza wa Jalla zegt in de Koran, قُلْ, zeg. En zeggen is niet alleen maar in woorden, maar ook in daden. قُلْ, inna salati, voorwaar, mijn gebeden, mijn nusuk, mijn leven, mijn dood, lillahi rabbil alameen. Jouw komst naar de moskee is een aanbieding. Je doet dat voor Allah Azza wa Jalla. Wanneer je bezig bent met je kinderen, neem de intentie dat je dat doet omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat je een nieuwe generatie op deze aarde wilt zetten, die voor belangrijke zaken zal opkomen en een belangrijke rol zal spelen. Je trouwt om die reden, om de mensheid met goede mensen te versterken. Wanneer je gaat werken, doe dat ook met die intentie. Wanneer je gaat studeren, doe dat ook met die intentie. Niet alleen maar om goede cijfers te halen of om je ouders blij te maken. Doe het omwille van Allah subhanahu wa ta'ala, zoals hij in surat al-Mulk zegt. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Om jullie op de proef te stellen wie van jullie de allerbeste daden onderneemt. Doe je het voor het leven? Het leven in zichzelf stelt niks voor. Maar het is wel een belangrijk middel om dichter bij Allah Azza wa Jalla te komen. Allah subhanahu wa ta'ala beschrijft dunya, en daarmee gaan we afsluiten.
als volgt. I'lamu. Hij zegt weet. Met andere woorden, denk erover na. Reflecteer op je persoonlijke leven. I'lamu annam al-hayatu dunya. Deze dunya la'ib. Is een spel. Wa lahu. Is een vermaak. Wa zinatun. Wa tafakhurun bainakum. Het is alleen een kwestie van opscheppen wie de beste auto heeft en wie het beste huis heeft en wie de beste kleding heeft, et cetera. Dit is waar dunya uiteindelijk om draait. En dat zijn ook zaken die mogen. Ik zeg niet dat ze verboden zijn, zolang ze niet ten koste gaan van jouw band en jouw relatie met Allah subhanahu wa ta'ala. En jouw band en jouw relatie met jouw mede mensen en jouw directe omgeving. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا. Zo vergelijkt Allah subhanahu wa ta'ala. Het is net als groen. Mooie planten, mooie bloemen. Maar op het moment wanneer de regen komt, wanneer de wind komt, wanneer de situatie verandert, zal dat met de grond worden gelijkgemaakt en vernietigd worden alsof het nooit heeft bestaan. Dit is de gelijkenis die Allah azawajal van deze dunya geeft. Wanneer jij je beperkt tot dunya, maar wanneer je dunya als een middel beschouwt om dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala te komen, dan is het een hele mooie zaak die ook ervoor kan zorgen dat jij een stap dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala komt. En laten we vooral niet vergeten dat de omgeving waarin je verkeert in deze dunya bepalend voor jou kunnen zijn. Jouw vrienden met wie je omgaat, soort werk wat je doet, alles wat je onderneemt in aanwezigheid van anderen, kan impact en invloed hebben op jouw persoonlijke ontwikkeling in deze dunya, maar ook in al-akhira. Ga je om met mensen die jou stimuleren, motiveren om hogere doelen na te streven, dan zal dat ook een belangrijke hulpmiddel zijn. Maar ga je juist met mensen om die niks van hun leven willen maken, die dag en nacht in coffeeshops doorbrengen, dan moet je ervan overtuigd zijn dat je niet vooruit zult gaan, maar stappen achteruit zet. Ik vraag Allah azawajalla om ons van kracht en wijsheid te voorzien om het maximale uit dit leven te halen. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ij'al jam'ana jam'an mubarakan marhuma waj'al tafarruqana tafarruqan saliman muwaffaqan min ash-sharri ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma wa ajirna Allahumma min an-nar bi'afwik wa adkhilna al-jannata bi rahmatik ya aziz ya ghaffar. Allahumma arhamna وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم كن معهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن معهم يا رحمن يا رحيم. اللهم يا رب ارزقهم الثبات. اللهم ارزقهم الثبات. اللهم ارزقهم الصبر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنهم على أعدائهم يا رحمن يا رحيم. اللهم انصرهم على من عاداهم. اللهم انصرهم على من عاداهم. اللهم وفقنا يا رب لنكون عونا لهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن مع إخواننا في السودان وكن معهم في اليمن وكن معهم في سوريا وكن معهم في الصومال وكن معهم في كل بقاع الأرض يا ذا الجلال والإكرام. إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على من عاداهم. اللهم انصرهم على من عاداهم. اللهم انصرهم على من عاداهم يا رحمن يا رحيم. إنك على كل شيء قدير. إخوة كثر يطلبون منكم الدعاء. اللهم حقق لنا ولهم الرجاء. اللهم حقق لنا ولهم الرجاء. اللهم اشفي أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاءك. شفاء لا يغادر سقما ولا يترك ألما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.